Pascal, hoe is het om een hype te zijn? Het is geweldig om een hype te zijn. Iedereen die... Ik krijg reacties over het hele land weg. Eén gekhuis af en toe. Heel Nederland ligt echt aan fietsen. Dat is niet normaal. Ja, René Kas die heeft het liedje geschreven. En het is gekomen door een jochie van 12, die was bij me op een feestje. En die zei heel sneaky tegen hem, René, ik heb aan je fiets gelikt. Nou, hij dacht, dat is wat voor Pascal, daar moet ik wat mee doen. Nee, dat hadden we echt niet verwacht. Het gaat zo gigantisch goed. De clip die is bijna 25.000 keer bekeken in 2,5 week tijd. Het gaat allemaal zo gigantisch hard, dat hadden we echt niet verwacht. Maar daarmee leg je voor jezelf de lat ook weer hoog natuurlijk. Want ja, je moet nu misschien weer met nog iets gekkers komen om hier weer overheen te gaan. Nog iets gekkers of misschien iets in deze trend. René Kas is alweer aan het schrijven. Dus ja, wie weet wat er gaat komen. We gaan het afwachten. Dus er komt wel weer iets. We zitten zeker niet stil. We blijven zeker doorgaan. Zeker weten. Enig idee wanneer er weer iets nieuws moet zijn? Of lik je voorlopig nog even vrolijk door? We likken eerst nog even door op deze. En dan gaan we het vanzelf wel weer zien. Zeker weten.